Nou, er is dus een verandering gekomen in het spel. Waar je eerder vooral Pidgeys en Rattata's en Weedles vond, vind je nu hele leuke, gave andere Pokémon. Waaronder deze Blastoise. Naar kijkduin gaan is dus niet meer nodig. Ik kan helemaal niet zien wat ik doe. Mijn man zit er boven met de telefoon. En mevrouw gaat gewoon gooien met een gewone bal zonder raspberry. Ja, zeer gedurfd. I know. Ik denk, als ik toch niet kan zien wat ik gooi, dan kan ik net zo goed een beetje gek doen. Maar goed, er is nog een verandering namelijk. De Rattata's en de Pidgeys en de Weedles komen voortaan niet meer uit eieren. Dus dat is heel fijn. Als je nu een 2 kilometer ei hebt, dan krijg je dus niet meer die kleine dingetjes erin. Kijk eens, ik kan het wel. Sorry, mijn man duurde net 3 minuten met het vangen, dus ik plaag hem even. Dus hele leuke veranderingen dus. En dan ga ik even met jou door mijn wijk rondlopen en laten zien wat er nog meer te vinden valt. Hoi, ik ben nu in mijn eigen wijk aan het rondlopen en het is hier eigenlijk gewoon net kijkduin. Ik heb zojuist een Grimer gevangen. Ik heb onderweg naar die Grimer toe, want die was er nog maar heel kort, dacht ik, een Nidoran vrouwtje gevangen en nu dus een Magmar. En ik zal je zo meteen laten zien, want er is namelijk ook een Doduo en een Execute en een Geodude hier. Dus het is zoals ik al zei. Oh, ik heb een beetje pech met die Grimer. Kijk, een Doduo, Geodude, Execute, net als een Grimer en een Nidoran vrouw. Het is kijkduin. We gaan gauw de rest vangen. Oké. Mijn Execute is verdwenen. Oh, daar is hij. Moet even teruglopen. Oh, hij is daar. Oh, dan moeten we even vooruit verder lopen. Mijn man die staat hier boven me met de iPhone te filmen. En oké, daar zijn ze weer. En we moeten een beetje opschieten, want hierna is er ook nog eens een Doduo en een... wat was die laatste ook weer? Een Geodude. Dus ik... nee hoor, helemaal geen druk. Ik moet helemaal niet presteren nu met mijn eieren. Ik moet alleen een beetje opschieten. Jullie vroegen me al, wat ga je doen als je Pokédex straks vol is? Zoals je ziet, ik blijf gewoon lekker doorvangen. Ik hou nu eenmaal van verzamelen. Sommigen van jullie kennen wel mijn Numnom en Tsum Tsum filmpjes. Ik en trollfilmpjes, ik verzamel graag. Dus we gaan gewoon door. En dan zie ik jullie zo meteen bij Doduo of Geodude. Doduo, ik moet opschieten. Hierna ook nog Geodude. En zowel mijn mannen als ik willen hem allebei vangen en filmen. Want hij wil dit ook voor zijn filmpje hebben. Dus ik haast me. Het is een beetje lastig gooien, omdat ik er niet goed voor sta. Kan ik me omdraaien? Kan je meedraaien met mij? Want anders kan ik hem echt niet goed gooien. En dan staan we hier nog een poos bij de Doduo's. Dankjewel. Ah. Het is een beetje lastig als iemand boven me hangt. Oké, Hevers, kom op. Pak hem. Ik heb nog een Geodude die op me wacht. Kom op. Nog eentje. Yeah. Oké, we gaan gauw door. Door naar Geodude. Oké, Geodude, we hebben het gehaald. Mijn man heeft het net opgenomen. Nu ben ik aan de beurt. Sommigen van jullie vroegen wel eens aan mij, hoe kom je aan zoveel Pokémon? Hoe kom je aan zoveel verschillende Pokémon die zo goed zijn en zo bijzonder? Je ziet het. Mijn buurt lijkt gewoon op kijkduin. Dus dit is het antwoord op je vraag. Goed. Ik zag ook nog een seal, hè? Oké, ik rond het nu toch bij deze af. Ik ga die seal nog wel pakken, natuurlijk. En ik zag een Eevee en zo. Maar bedankt voor het kijken alweer en tot de volgende keer.